Heel goedemorgen, deze markets update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Zoals verwacht stelde de FOMC de show gistermiddag in de VS niet met het rentebesluit, maar wel met de toelichting. Voorlopig geen lagere rente in de VS en daarop zakte niet alleen de dollar wat weg, ook de aandelenbeurzen kleurden steeds roder. De Dow Jones sloot 0,8% lager, S&P 500 leverde 1,6% in, de Nasdaq zelfs 2,2%. En eerder in de sessie vielen macrocijfers over de private banenmarkt ook al niet mee. Opvallend was wel dat zowel Microsoft als Alphabet na redelijke cijfers lager gingen en Boeing, ondanks een verlies en geen outlook over 2024, met 5% aantrok. En Tesla kreeg een nieuwe tegenvaller. Het bedrijf wordt in Californië door diverse gemeentes aangeklaagd voor milieuvervuiling. En na beurs overtrof chipproducent Qualcomm de verwachtingen met dank aan goede verkopen van chips voor smartphones. Wel ziet men een iets lagere verwachting voor het huidige kwartaal. Het aandeel trok per saldo licht aan. En in China liet de Caixin Inkoopmanagers Index een groei zien. En dat was wederom afwijkend van de officiële Inkoopmanagers Index die door de Chinese overheid verstrekt werd eerder in de week. De indices waren overigens sterk verdeeld. De Nikkei leverde 3,25% in na tegenvallende cijfers over de groei van de industrie, waar de Shanghai Composite licht lager sloot. De Hang Seng trok een 3,25% aan, de Kospi-index zelfs 1,75%. Een grote uitschieter in de regio was het Indiase betaalservicebedrijf Paytm dat 20% inleverde. Het bedrijf mag van de overheid niet verder uitbreiden. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een iets lagere opening. En het was even wachten op de cijfers van Shell, maar dat laat, zoals verwacht, een lagere winst zien ten opzichte van een jaar eerder. Maar de 7,3 miljard is wel beter dan verwacht. De vrije kasstroom was met 12,6 miljard redelijk in lijn met Q3, maar wel bijna de helft van het topkwartaal in 2022. Het dividend gaat verder omhoog naar bijna $0,35 en men gaat voor 3,5 miljard aandelen inkopen. De winstverdeling verschuift steeds meer naar gas, dat nu goed was voor bijna 4 miljard tegen 3 miljard voor upstream, oftewel het oppompen van olie. En de ING-groep zag over het vierde kwartaal de netto-winst met 43% sterk toenemen tot 1,56 miljard. Dit met dank aan hogere rentebaten en lagere voorzieningen, slechts 68 miljoen, voor slechte leningen. De bank groeit naast Nederland vooral sterk bij onze oostenburen en in Spanje. Het slotdividend wordt gezet op ruim 75 eurocent. En Deutsche Bank lijkt het lek boven te hebben na jaren van reorganisaties. Over het laatste kwartaal werd 1,3 miljard netto winst geboekt en voor 2024 wil men 1,6 miljard aan de aandeelhouders gaan uitkeren. Daarvan is 675 miljoen aan aandelen inkoop. René Freiters, oud medeoprichter van Alex en Beleggersbank, doet het nog een keer. De door hem op poten gezette Knapbank wordt door ASR verkocht aan de Europese bankengroep BAWAG voor ruim 500 miljoen. Op de agenda vandaag werkloosheidscijfers uit Duitsland. We hebben diverse inkoopmanagers, indexcijfers voor de industrie uit de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de VS. We hebben inflatiecijfers uit de eurozone, rentebesluit van de Bank of England en bouwuitgaven uit de VS. En na beurs is het stoelriemen vast, want dan komen de cijfers van Amazon, Meta en Apple. Bij de analisten zet Citi KPN op kopen koersdoel 3,55. KBC zet Corbion op kopen met een koersdoel van 26. Guggenheim zet UMG op kopen koersdoel 32. JP Morgan zet ArcelorMittal op kopen koersdoel 30. En JP Morgan zet Apple op kopen met een koersdoel van $225. En dat vlak voor de cijfers. En morgen is weer Markets Update van BNP Paribas.